Of ik zeg Beach Boy, zeg je ja, let's go, Beach Boy! Let's go! Beach Boy! Yeah. Hip-hop is uitgegroeid tot Nederlands grootste muziekgenre. Rappers behalen miljoenen YouTube-views en Spotify-streams. Mijn naam is Reiko Disseldorp. Voor het Parool interviewde ik vrijwel iedere Nederlandse rapper en ik schreef het boek Hip-hop in Nederland. In deze documentaire onderzoek ik 30 jaar Nederlandse hip-hop. Aan de hand van de 4 geluidsdragers, Spotify, CD's, bandjes en platen, ga ik op pad met de allergrootste rap-iconen. Ronnie Flex, Hef, Def B en Tony Scott. Daarnaast geven de belangrijkste rappers op dit moment hun mening over de sound van toen en nu. Waar begon het? Hoe ontstond de eerste Nederlandstalige rap? En wat is de aantrekkingskracht van hip-hop? Hoe heeft het zo razend populair kunnen worden? We zijn deftig nu. Kom naar mijn show, die shit is best heftig. Blow the horn, so let the rhythm control your body. It's a J-A-C-C, hip-hop, S-E-Y-L-E. Hey, let's get around, it's a new thing we bring in. You'll be surprised, a new thing we're feeling. The wishes you thought about this morning when you woke up. Dit is echt super hard, man. Dit is echt super hard. Wow, hard, man. Gangster. Dit is een gangster, man. Plaatje klopt, gewoon. Ik wist niet dat hij in Nederland kwam, man. Echt niet. Ik dacht dat hij gewoon uit Amerika kwam, eerlijk gezegd. Kwam hij uit Nederland? What? Deze shit was heel erg lit. Scratchen, wielen en samplen. De plaat zoals we die kennen zal nooit meer hetzelfde zijn. Wat eerst op een grammofoon werd afgespeeld, is uiteindelijk bij de zwarte jeugd in Amerika een instrument geworden om muziek te maken. De geboorte van hip-hop. Jonge immigranten uit Suriname en de Antillen adopteerden deze stijl en begonnen ermee te experimenteren. Ook Tony Scott, de allereerste internationale bekende rapper uit Nederland. You and me, we're all just human beings with different skin colors. So what? Maybe you're white or yellow or black. Remember one thing, be proud of that. I'm a redskin. Maybe you know me as Tony, but you can also call me the chief. Hoe het echt allemaal begon? Eigenlijk was ik geen rapper, ik was een beatboxer. Mijn broer die hoorde mij op mijn kamer in mijn eentje rappen. En die had mij toen gevraagd van, Peet, zou je een rap jingle voor mijn programma willen maken? Hij maakte een radioprogramma voor Exotica Radio, was in die tijd van Radio Piraat, illegale zenders. The most variated, the hardest in town, even when it's in your speakers, the super sound. I talk about Exotica Radio, the double Nafo, and super stereo. Oh yeah, the most variated, the hottest in town, even when it's in your speakers, the super sound. Exotica. En dat werd gehoord door Rhythm Import Records, Peter Duiksloot. Die waren op zoek naar een rapper voor een plaat die uit zou komen in 1988. En dat was Pick Up The Pieces. Scut is a name that I go by, together with Fix, Coin Town. Down to the rhythm that makes your body move, cutting and scratching through this funky groove. Cause that's what he's doing while I keep rapping the crowd. En de plaat kwam uit in donderdag 10 maart 1988. Dat is voor mij echt een droom van dromen. Want hoe krijg je de kans? De muziek is sowieso makkelijker nu, man. Daar kan niemand omheen. Bijvoorbeeld vergelijk met vroeger en cd's op straat verkopen en zo. En nu gewoon iets posten op Instagram of YouTube en dan gezien worden. Gaat veel sneller dan vroeger, man. In de jaren 80 was er, voor zover ik weet, bijna geen scene. Weet je wel, net zoals het vergelijken met de dinosauriërstijd en nu, weet je wel. Iedereen had gewoon grotere tanden en was beter in moorden. En nu is het gewoon, we kunnen ook gewoon kletsen. En mensen hebben ook autotune, we kunnen ook zingen. Weet je wel, ik ben gewoon happy. Ik spreek die bitch. Ik weet zeker dat het die tijd veel moeilijker was. Die tijd ben je echt one of a kind of zo. En nu zijn er duizenden rappers. Ik denk dat ik het niet heb gehaald als rapper, man. Ik denk dat ik heel snel was gestopt en andere dingen was gaan doen om geld te verdienen. Nee, ik weet niet of het toen moeilijker was. Het waren gewoon andere tijden. Ja, de eerste optredens in Nederland, nationaal succes beleven met elkaar. En in 1989 kwam Dead Sound Living uit met op de B-kant The Chief. Dat nummer, dat werd internationaal succes. Jump on it, cause I know it's just the way you wanna have it. In a straight way, it's a chance to get it. What's up, we still do not know what's bringing it next. Vroeger had je Julie Brown, MTV's Dance. Julie Brown presenteerde dat.
En in die club, ik zie de crowd zo, het lijkt wel slow motion. En ik hoor zo mijn nummer, The Chief, wordt gedraaid. Twaddle, twaddle, hey, de intro. Bam, en ik de bas doen, doen, doen. En ik zie zo die mensen alsof het in slow motion. Het is gewoon een droom. Het is gewoon een droom, man. Als ik op school zat, dan dacht ik aan... Oké, straks moet ik naar de hitkrant. Interview daar, vanavond optreden, daar en daar. Dus ik was er niet bij op, met mijn aandacht op school. En als ik on stage was, het lukte met Rock in the Crowds. En dan dacht ik van, wow, ik moet morgen, vanmorgen nog die wiskunde dingen heb ik niet geleerd. En toen heb ik aan mijn ouders gevraagd van, ik ga moeten stoppen. Want het is nu goed succesvol. En toen ben ik gestopt tijdens de schoolonderzoeken in 1989. See the wind beneath my wings and the fly to the rainbows and then I sing a song. See the crowd in front of me, got my car beat it running to me 100%. Boom on the man of my inspiration right here. Bundles out of the way, everybody's the same, gave birth every day. In die tijd, ik verdiende heel veel geld. En wat geld met mij deed, ik weet nog een keer, ik zag een bankafschrift liggen thuis. Was 23.000 gulden had ik verdiend die maand daarvoor. En het was alleen optredens. Mijn moeder zei op een gegeven moment... Peter, je bent jong en je verdient heel veel geld. Dus er moet iemand ook over je geld maken. Ik zei van, nou, dat is goed. Zijn we samen een bankpas voor haar ook gaan halen. En kom ik soms terug in zo'n van, hey, zo mooi. Alles nieuw in huis. En ik zeg tegen moeder, is een mooie auto ze daar. Oh ja, is zo'n papa. Maar het is alleen maar liefde meer. En dan begint het officiële gedeelte. Mijn vader heeft natuurlijk altijd gesteund. Met al mijn werk en gezegd van, doe je best, geloof in jezelf, geloof in de kracht die jou leidt. En dat heeft op een gegeven moment zoveel rust in me gebracht. En, en zo kan ik mijn muziek maken en doorgaan. De Chameleon, die het derde album, dat kwam uit. En op een of andere manier, de radiostations draaiden niet meer. En zo van, hè? Zit je in een huis, in een mooi huis, aan de Zeedijk. Maar ja, je hebt op een gegeven moment geld nodig. Een vriend van mij die was een manager van een sexshop. Hij zegt, we hebben iemand nodig in een van de zaken in Gouda. Ik denk van, man, als Tony Scott, man. The Chief. En dan sta je ineens in een sexshop. De Goudse Haan in Gouda, weet je. En komen er twee dames, komen de zaak binnen. Jij bent toch Tony Scott, zegt eentje van ze. Ik heb toen voor het eerst ontkend dat ik mezelf ben. Ik zeg, ja, dat wordt vaak gezegd en gedacht. Maar ik ben niet Tony Scott. Ze zegt, oh, nou, oké. Zou je echt zeggen... En ik pak iets onder de toonbank. En diezelfde dame die roept mij, Tony. En ik zo van, toen dacht ik van, hey, kerel, is niet goed. De zaterdag daarop trouwt een nicht van mij in Breda. Komt diezelfde dame, die komt naar me toe. Ze zegt, nou ja, Tony, ik dacht dat ik je van de week zag dat je werkte in een sexshop en dingen. Ik zeg, nou ja. Tony Scott! All year, ladies and gentlemen, we about to kick some ass tonight, yo. We talking about this, yo. We move to the big band, blow the horns, to let the rhythm control. Mijn succes is als een vuurpijl die zo... En dat kruiden van managers, producers, platenbazen, dit, dat, die je omhoog helpen om zo lang mogelijk rood te blijven, aan te blijven.
Totdat op een gegeven moment dat ik... Woe, op de grond. En dat ik denk van, man, wow. Nu moet ik het zelf gaan doen. En hoe ga ik het doen? En dat is toen mijn muzieklessen geworden. Ontmoeting met de kids. De heer Peursum. Hey Peter. Yeah. Hoi. Gaat ie, man. Prima. Jij ook? Ja. Goed, man. Gaat ie? Ja. Doe je goed? Yes, man. Man. Tony Scott werd uiteindelijk muziekleraar op de middelbare school waar hij zelf ook les kreeg. Hij deed dit vervolgens 15 jaar lang. En nog steeds vol buiten. Dit is leider Tony Scott. Hey man. Dit is uit 1989. Dit zijn we eerst in 90. Deze videoclip. T-A-T is the rhythm that has been made now given. Boys and girls, you get into it, get crazy. Show them how you do it. Klus zijn een van de leukste dingen om te doen, man. Naast optreden en muziek maken. Ik weet dat Willem en ik echt al vanaf het eerste rap die we ooit geschreven hebben, dat de lol die erin zat, was dat wij meteen een hele videoclip voor ons zagen. Als ik een nummer maak, 9 van de 10 keer denk ik gelijk aan de videoclip. Ja, man. Dat is gewoon het creatieve proces van het maken van een nummer. Het komt gelijk in je hoofd, zeg maar. Ja, man, dat heb ik heel vaak. Ja. Met de beat erbij, dan klinkt het zo. I think about the time when my mama say, is it the worst of NWA you're gonna play? You better recognize as I started rhyming. Writing my lyrics on tracks with such mind when. Is it the culture, the philosophy, the brothers, together, together, brothers here? Check out the kicks, the bass. Yo, check out the history, me, we may bring it on. Tony Scott kreeg de diagnose MS. Hij moest stoppen met werken. Het is raar om te bedenken dan dat je afgekeurd bent van je werk. Het gaat niet meer. Optreden gaat niet meer. Soms rond deze tijden heb ik al iets van, wow, ik zou kunnen slapen. Maar ik feel good. Je gaat toch één laatste keer optreden in Utrecht? Ja. Hoe heb je daar zin in of hoe kijk je daarnaar? Mijn liefste, lieve Elvira. Elvira is inmiddels overleden. Zij is 41 jaar geworden. En zij heeft het laatste optreden had zij geregeld voor mij. Ik heb zin in om liefde te delen met elkaar. Damn, damn, damn. Abonneer op ons YouTube-kanaal en klik op de link NPO 3.